Dus het is wel heel handig om te bedenken voor jezelf wat voor jou kleine en grote beloningen zijn. Dus elke keer als je dan zo'n planning maakt en je hebt gewerkt, meteen jezelf een kleine beloning toestaan. Maar wat is dan iets wat vaak werkt bij mensen? Wat maakt, eigenlijk heel simpel, wat maakt jou blij? Chocola. Daar heb je er een. Ja, mooi. In deze podcast bespreekt HVA-student Michelle kopzorgen waar menig student mee kampt. FOMO, prestatiedruk, het onderhouden van een sociaal leven. Wat houden deze problemen in en hoe kunnen wij hier als Generation Z het beste mee omgaan? In deze podcast gaan wij een open gesprek aan met onze studenten. Samen creëren we awareness en gaan we op zoek naar toegankelijke oplossingen. Dit is Kopzorgen, een HVA Campus Creators podcast. Hoi allemaal en wat leuk dat je niet luistert deze keer, maar kijkt naar een nieuwe aflevering van Kopzorgen. Kopzorgen de podcast normaal, maar nu alleen Kopzorgen. Nou, we zitten natuurlijk in quarantaine, dus we kunnen de studio niet in. Maar we wilden toch iets terug doen voor onze studenten. En omdat we hebben gemerkt dat iedereen de laatste tijd moeilijk heeft met zichzelf motiveren en überhaupt motivatie ergens vandaan halen, wilden we een aflevering maken onder de naam Kopzorgen over motivatie. En daarom ben ik hier niet alleen. Amanda is hier. Wil je jezelf even voorstellen? Ja, hi. Mijn naam is Amanda Kuhuwaal en ik ben gezondheidszorgpsycholoog. Dat betekent dat ik volwassenen vanaf 18 jaar tot 70 behandel voor allerlei verschillende klachten. Somberheidsklachten, angstklachten, overspanningsklachten zie ik heel vaak voorbij komen. En dat doe ik hier in Amsterdam. Ja, tof. En vandaag gaan we het hebben over motivatie. Daar weet jij ook veel over te vertellen. En vooral wat het nou precies inhoudt en waar het vandaan komt en hoe we onszelf kunnen motiveren. Ja. Dus wij gaan vandaag wat tips geven, hè? En even bespreken hoe het nou werkt voor iedereen. Dus ik heb er zin in. En dan komen we eigenlijk bij, laten we het eerst over het probleem hebben wat nu aan de hand is. Dat veel studenten dus echt motivatie kwijt zijn en het heel lastig vinden om aan het werk te blijven in deze periode. Ja, hoe kan dat nou en wat is er nu eigenlijk aan de hand? Laten we daarmee beginnen. Ja, nou, wat je ziet is dat veel studenten lopen er nu tegenaan dat heel veel zaken die studeren leuk maken, dat die wegvallen. Dus toen je voor een studie koos, toen koos je niet alleen voor die specifieke studie, maar je koos ook voor een studentenleven. En je koos ook misschien wel voor op jezelf gaan wonen en veel meer vrijheid en nieuwe mensen ontmoeten en leuke dingen doen. En dat totaalpakketje, daar heb je voor gekozen. En dat totaalpakketje is nu nog maar een heel klein pakketje. Dus ja nu is het wel zo dat veel studenten gaan heroverwegen. Ja, waar doe ik dit precies voor? En is dit nog wel het pakketje waar ik me voor in wil zetten? Dat betekent niet dat iedereen nou meteen zijn studie overboord wil gooien. Maar het is wel heel logisch om je nu die vraag te stellen. Want ja, de situatie is nu anders. De voorwaarden waaronder je studeert zijn nu anders. Ja, maar hoe kan het nou dat we nu hierdoor juist het heel moeilijk vinden? Ik denk dat het ook wel te maken heeft met thuiswerken en zo. En denk je ook dat heel veel mensen dit hebben? Of weet je daar iets van? Of echt iedereen dit heeft? Of wat maar een klein aantal is? Ja, ik weet het. Voor iedereen is het aanpassen. En dat zal voor de een makkelijker zijn dan voor de ander. Maar het is voor iedereen schakelen. En ik heb geen statistieken daarbij. Hoeveel mensen daar ook daadwerkelijk last van hebben. En ik heb natuurlijk ook een beetje een vertekend beeld. Want in mijn werk zie ik alleen maar mensen die er last van hebben. Anders zouden ze niet bij mij komen. Nee, precies. Maar dat is normaal al zo, toch? Dus Wat is al normaal zo? Normaal is het al dus zo dat studenten het moeilijk vinden. Of studie, of dat er bepaalde elementen bij komen kijken waarvan je denkt, jeetje. En nu is het al helemaal, omdat we nu dus in die quarantaine zitten. En eigenlijk alleen, je zit alleen maar thuis. En er wordt gewoon verwacht dat je nog steeds doorgaat met alles. Ja, zeker. Normaal gesproken kan het heel lastig zijn om jezelf aan het werk te zetten en houden. Maar een voordeel wat je normaal gesproken hebt, is dat je jezelf wel de hele tijd kan belonen. Dus als jij een opdracht moet maken die je niet ziet zitten, dan kan je wel denken, nou weet je, als ik nu even doorbeuk, dan kan ik aan het einde van de dag kan ik even koffietje halen of einde van de week. Dan kan ik op stap of dan kan ik mijn vrienden zien of dan kan ik een potje voetballen of zoiets dergelijks. En al die dingen kunnen nu niet meer. Dus alles wat het leuk houdt, jou gemotiveerd, extra gemotiveerd kan houden, is er nu veel minder. Ja, voor mij is het nu vooral
De fysieke omgeving die wegvalt. Dat is eigenlijk voor iedereen waarschijnlijk ook zo. Ja. Maar wat ik heel veel hoor van klasgenoten van mij is dat ze gewoon zeggen van ja, ik mis jullie echt, weet je wel. Ja. Gewoon op school zijn en iedereen zien. Gewoon op school zijn en iedereen zien. En ik denk die fysieke omgeving, ik had nooit verwacht dat dat zo stimulerend kon zijn om echt aan de slag te gaan. En daarna kan je ook gewoon naar de aula en gaat is iedereen aan het werk en dan kan je er gewoon bij gaan zitten. En nu zit je elke dag in je kamer. Maar ik denk dat het vooral dat we nu even moeten gaan kijken van ja, hoe maak je het nou draaglijk? Weet je wel? Draaglijker voor studenten. Ja, dat... Is er een stappenplan in? Wat doen, vraag je. Ja, wat te doen? Wat is het stappenplan daarvoor? Is er een stappenplan voor? Ja, nou, je kan het in ieder geval opsplitsen in twee stappen. De eerste is kijken wat zijn voor mij redenen om aan het werk te gaan. En dat is die grote vraag, waar doe ik het voor? En dat is een vraag die waarschijnlijk bij veel studenten al door het hoofd is gepoken. Misschien bij jou ook wel. Waar doe ik het nou eigenlijk voor? Ja, zeker. Zeker, ja. Heel erg. Ja. Ja, ik was echt een week geleden nog van, ja, ik stop ermee, laat allemaal maar. En dat zijn dan van die momenten dat je echt gewoon 3-4 dagen achter elkaar in je deadline zit. En echt gewoon denkt van, ja, maar jongens, dit is echt geen manier van leven. Ja. Dus dat is zeker wel gebeurd bij mij en ook bij anderen. Die appten me van, ik ga stoppen. En ik zo, oké, wacht, laten we eerst even bellen. Gewoon eerst even kijken wat nou precies aan de hand is. Ja. Maar ja, dat is zeker, dat zie ik wel veel. En ook bij mezelf. Ja, en wat was uiteindelijk je reden om, tenminste ben je gestopt in de tussentijd? Nee. Maar dat komt omdat het toen mentaal zo, dat ik dacht van, ja maar, jongens laat maar, weet je wel. En het ging ook echt niet goed. Het was echt heel erg aanpassen. Ja. De veranderingen waren echt heel groot. Vooral de hele dag achter je laptop zitten. Ik vind dat al moeilijk. En ik had er gewoon echt geen zin meer in. De deadlines kwamen steeds dichterbij. Maar ja, op een gegeven moment nu... Weet je wat, we passen ons zo snel aan zoiets. En ik heb echt het gevoel dat ik nu al door bepaalde dingen het al makkelijk heb gemaakt voor mezelf. Maar daar kom ik zo wel even op terug. Ja, je noemt al van ja, als op het moment dat het echt even een zware dag is, omdat je de hele dag achter je laptop hebt gezeten, dan kom je op zo'n dieptepunt dat je denkt, fuck it, ik stop ermee. En sowieso belangrijk om niet op zo'n moment daadwerkelijk een knoop door te hakken. Het is prima om dat zo te voelen en te denken. En al helemaal een goed idee om dan even iemand te contacten en het erover te hebben. En dan zakt die emotie vanzelf weer, want dat doen alle emoties. En dan op een rustiger moment kan je er nog eens over nadenken. Wil ik dit wel daadwerkelijk? En jij hebt uiteindelijk besloten om toch door te gaan. En ik ben wel nieuwsgierig van wat maakte nou dat jij zei, nee, ik ga toch door. Ik ga gewoon wel verder met studeren. Ik ga die opdracht wel afmaken. Omdat ik dacht aan volgend jaar, ik heb nu het eerste jaar van Creative Business en volgend jaar gaan we stage lopen. En in het jaar 3, waar ik heel erg naar uitkijk, was naar buitenland gaan en een minor doen. Want het eerste jaar is gewoon best wel veel en hectisch en er gebeurt van alles, maar nog niet echt specifiek wat jij wil. En ik had ook zoiets van, ja, ik wil echt weer terug naar die omgeving en voor nu is dat dan niet zo. Maar ik wil wel gewoon doorblokken en dan weer gewoon in die situatie, als het allemaal weer goed komt, dat ik dan gewoon wel... up to speed ben of zo met iedereen. Ja, precies. Of met het werk in ieder geval. Dus dat is voor mij dan die motivatie. Maar dat is echt zo'n lange termijn ding. Ja. Korte termijn is gewoon van, ja, ik heb nu zin in de zomer, het is lente, ik wil gewoon gaan chillen en ik wil eigenlijk gewoon op vakantie en zo. Ik heb geen zin om achter mijn laptop te zitten in mijn kamer. Ja. Maar nou, wat jij hebt gedaan is wel mooi. Je hebt gevisualiseerd hoe je wil dat de toekomst eruit ziet. En dat is een hele krachtige manier om gemotiveerd te raken. Dat is echt heel slim. Dus op het moment dat je het echt even kwijt bent en denkt, waar doe ik het voor? Ga dan even zitten, sluit je ogen en beeld je in waar je over een half jaar, een jaar, 2 jaar wil zijn. En beeld het je zo levendig in dat je kan zien, kan horen, kan ruiken, kan proeven wat er om je heen gebeurt. Maak het zo levendig mogelijk. En dat is dan een mooie start. Maar stel dat we nou... Oké, ik heb dat dan zo gedaan. Maar ik denk dat dat voor heel veel mensen nu niet zo is. Omdat ze denken, ja, maar hoe ga ik er dan nu mee? Hoe motiveer ik mezelf nu om de hele dag gewoon aan school te werken? Ik denk dat het goed is als we daar even op ingaan. En wat praktische tips gaan bedenken. Of opnoemen. Ja. Hoe studenten zichzelf kunnen motiveren op dit moment. Ja. Heel belangrijk. Twee dingen. Eén is, deel je dag in. Maak enigszins een planning voor jezelf. Ja.
En wees een beetje redelijk voor jezelf. Je noemde net al, als je de hele dag achter je laptop hebt gezeten, ja, dan kan je jezelf afschrijven. Logisch, tuurlijk. Iedereen heeft dat. Ja. Dus zorg ervoor dat je wat afwisseling creëert. Want anders ga je het gewoon niet trekken. Het zou best kunnen dat dit nog lang gaat duren. Het wordt een marathon, geen sprint. En als je een marathon loopt, loop je anders dan als je een sprint loopt. Dus je kan niet alleen maar de hele tijd achter de computer zitten. Ofwel, maar dan, ja, kans dat je het gezond redt, is niet zo groot dan. Nee, gewoon kleine beetjes dus. Kleine beetjes, ja. Dus, weet ik veel, 3 kwartier werken, dan even ontspannen, dan nog even werken, dan gaan sporten, dan nog even werken. En als je zo elke dag meerdere blokjes gewerkt hebt, dan ben je best wel veel aan het doen in een week. Ja, ik zeggen dat je zeg maar elke dag hetzelfde ritme hebt. Dus als je zegt, ik begin om 9 of 10 uur. Of ik ga eerst yoga doen een uur, dan ga ik aan de school. En dan om 5 uur ga ik eten en daarna kan ik chillen. Weet je wel, dat je echt zo'n vast ritme hebt. Ja, in ieder geval een vast ritme rondom dingen als slapen en eten. Gewoon je biologische klok gelijk houden. En wat je doet in de blokken daartussen, daarin kan je afwisselen. Dus het is niet zo dat je elke dag yoga moet doen. Maar de ene keer dat je gaat ontspannen, ga je even een blokje om. De andere keer dat je gaat ontspannen, ga je iets met huisgenoten doen. Dat kan elke keer iets anders zijn. Ja. Maar het ritme wat je strak kan houden, is in ieder geval de tijdstippen waarop je eet, opstaat en naar bed gaat. Ja, dat is dus ook goed. Maar hoezo is dat dan goed om jezelf te motiveren? Omdat je daarmee gewoontes creëert. En het hebben van een gewoonte is met name prettig op het moment dat je niet zoveel motivatie hebt. Want dan kan je terugvallen op dat wat je gewoon gewend bent om te doen. Zeg maar, oké. Okay. Je hebt ook niet altijd zin om je tanden te poetsen, maar je doet het gewoon, want dat ben je gewend te doen. Ja, precies. Ja, dat is ook zo. Ja, ik luisterde toevallig ook een podcast van Tim Hofman. Ging ook over corona en hoe we daar nu mee omgaan. En ik had daar wel een paar dingen uitgehaald. Wat ik de laatste dagen nu toepas op mijn leven. En dat is ook voor de mensen die nu meekijken. Want hij had het over hoe je nou structuur in je dag houdt. En hoe je jezelf motiveert om dus dingen te blijven doen. En niet in je pyjama broek de hele dag op bed te gaan liggen. En, want dat is wel heel verleidelijk nu. Omdat je dus gewoon thuis zit. Heel verleidelijk. En de eerste... Ja. ja. Maar nee, dat heb ik dus ook gedaan. En daardoor ging het dus niet goed. En nu doe ik dus die tips. En nu gaat het wel een stuk beter ook. Eerste is, maak elke dag je bed op. En dat klinkt heel simpel en misschien heel suf, maar dat had hij van een militair of zo, of iemand uit het leger. En die moesten dat dus altijd doen, hun bed opmaken aan het begin van de dag. En dat is dan de eerste taak die je dan zeg maar al uitvoert, die eigenlijk een succes is. Weet je, wat eigenlijk een succes is. Want dat is gewoon van, oké, je staat op en je maakt gewoon elke dag je bed op. En dan als je dan dat doet aan het begin van de dag, heb je meteen iets, een taak gedaan en meteen iets goed gedaan. En ook hij zegt, als je dan een slechte dag hebt, kan je in ieder geval nog thuiskomen met een opgemaakt bed, weet je. In ieder geval nog dat. En dan denk je, oh, chill. Dus dat ben ik nu gaan doen. Dat is ook handig, omdat je dan niet meer je bed heel snel induikt, omdat het er niet rommelig uit is. Dus je denkt, ik ga niet op mijn bed liggen nu. Dat heb ik heel erg. En tweede was, doe elke dag normale kleding aan, die je ook zou doen. En zeg maar, dof jezelf een beetje op. Dus bijvoorbeeld voor jongens, doe gel in je haar. Doe gewoon een spijkerbroek aan, ook voor meiden trouwens. En doe gewoon aan wat je naar school aan zou doen, dat doe ik nu ook. En ook, doe dus make-up op of een luchtje. Dat kan ook voor jongens. En voor meiden dan, wat ik nu ook doe, dat is grappig. Als je thuis zit, dan heb je je BH niet aan. Toch? Dan doe je dus al je BH uit. Dan denk je, oké, chillen, eind van de dag. Ja, nee, dat is heel ver. Maar dan kom je thuis en denk je, oké, chill, uit. Maar als je hem gewoon aandoet nu, dus aan het begin van de dag, heb je meer zoiets van, oh ja, ik moet aan het werk. Want dan heb je dat gevoel dat je dus zeg maar je BH aan hebt. En als je dan klaar bent met het werk, om 5 uur of zo, of 6, schoolwerk, dan moet je hem uitdoen. Ja. En dan heb je zeg maar die flow voor jezelf dat je in work mode zit of in ontspanningsmode. Dat is echt goed te vermijden ook. Ja. Ja, toch? Ja, hetzelfde met hoe je, als je in één ruimte werkt en woont, wat natuurlijk voor heel veel studenten zo is, ook dan is het heel handig om te zeggen van, nou weet je, mijn bureau, als ik werk, dan zorg ik ervoor dat ik met mijn gezicht naar het raam toe zit aan mijn bureau, dan verplaats ik mijn bureau. En als ik klaar ben met werken, dan zet ik hem weer op de normale plek. Zodat je echt een onderscheid maakt tussen, zo ziet mijn ruimte eruit als ik werk en zo als ik me ontspan. Maar dat is echt psychologisch ook, hè? Dat je dat in je hoofd zo...
Ja. Dit soort dingen zijn ook allemaal eigenlijk onbewust werkt toch mee. Want je denkt, BH. Maar zeg maar, psychologisch dat gevoel dat je dan hebt, ook lichamelijk. En je ruist je luchtje en je make-up op je gezicht. En dan denk je toch maar van, oh, dan voel je meteen productiever, heb ik het idee. Ik heb dat wel heel erg. Leuk. Ja, ik heb nu ook, als je dit kan zien. Ik heb hier een kast gezet met planten erop. En daarachter is mijn bureau. Dus ja. Ik heb zeg maar een soort van. Kijk, ik heb een grote kamer, dus dat kan. Ik heb een scheidingslijn gecreëerd, want mijn bed staat hier nu achter. En mijn bureau is dus achter die kast. Dus als ik dan ga ontspannen, loop ik naar mijn bedkant, zeg maar. En als ik aan het werk ga, dan loop ik naar mijn bureau. En dat heb ik ook sinds 2 dagen pas gedaan. Hoe bevalt het? Super, super handig. Ja, het is gewoon. Want in de ochtend loop ik dan de hele tijd naar mijn bureau. En als ik dan op een gegeven moment om 5 uur klaar ben, dan ga ik op bed liggen. En dan heb je ook echt van, oké, nu kan ik echt ontspannen. Want ik merkte heel erg dat je dat gevoel van ontspanning niet echt hebt als je alles in één ruimte hebt. Omdat je dan je kamer binnenloopt en meteen associeert dat het dan dus stress is omdat je daar werkt, weet je wel? Ja, zeker. Zeker waar. Ja, nou, dat waren mijn tips. Koop een plant. Maar waar we het nog wel eens over wilden hebben was eigenlijk het beloningssysteem, toch? Ja, klopt. Ja, er zijn zoveel beloningen weggevallen nu, waar we het aan het begin van het gesprek over hadden. Dus het is wel heel handig om te bedenken voor jezelf wat voor jou kleine en grote beloningen zijn. Dus elke keer als je dan zo'n planning maakt en je hebt gewerkt, een dag of een ochtend, dat is ook prima, meteen jezelf een kleine beloning toestaan. Want daar gaan we gewoon goed op. Korte termijn, direct een beloning krijgen, dat houdt ons gaande. Dat houdt ons gemotiveerd. Dus, maar wat is dan iets wat vaak werkt bij mensen, een kleine beloning? Een voorbeeld daarvan. Ja, dat verschilt heel erg. Het is handig. Bijvoorbeeld bij jou, Michelle, wat maakt, eigenlijk heel simpel, wat maakt jou blij? Chocola. Ja, daar heb je er een. Ja, mooi. Ja, dat is ook het eerste. Ja, en de natuur nu, denk ik ook. Ook naar buiten gaan. Aan het eind van de dag ga ik dan na lange werken naar buiten. Maar ik weet niet of ik dat echt een beloning vind. Want een beloning is meer voor mij een feestje of zo, weet je wel. Die vind ik, oké, chill, nu kan ik dit weekend uitgaan. Ik heb de hele week gewerkt. Ja. Laten we gaan feesten en zo. En dat is nu niet echt, dat kan dus nu gewoon niet. Nee, wat je dan kan doen, is als dat, dan kan je moet je even aan jezelf vragen, wat aan een feestje vind ik zo leuk? Welke elementen daaraan vind ik leuk? Ja, mensen zien natuurlijk en muziek. Gewoon dansen, ik mis dat heel erg. Nou, dan kan je kijken, oké, kan ik iets daarvan? Het gaat nooit zo worden als. Dat nee, gaat tuurlijk. Niet. Maar als je muziek heel chill vindt en dansen leuk vindt, sta jezelf toe om 5 minuten lang door je kamer te dansen. Of bel een vriendin op om even te kletsen. Dat zijn blijkbaar dingen die voor jou leuk zijn. Ja, ik denk wel voor heel veel mensen. Maar zou je dan ook zeggen dat je die... Ga je die beloning ook uitvoeren in je kamer bijvoorbeeld? Of ga je naar buiten? Of wat... Nou ja, we mogen niet echt naar buiten nu, maar gewoon blokje om of zo. Ja, weet ik niet. Het ligt eraan wat voor jou leuk is om te doen. Als het voor jou voelt als een beloning en het past binnen de coronamaatregelen, prima. Oké, maar hoe zou je dat dan zeg maar voor jezelf? Zeg je van, oké, nou, ik ga nu werken van zo laat tot zo laat. En daarna, is het dan, schrijf je het dan op of doe je het in je hoofd? Of wat werkt dan goed? Het kan allebei. Als jij iemand bent die een planning maakt op papier, dan zet je het bij je planning erbij. Dus dan zeg je, nou, ik heb 3 kwartier gewerkt. En als ik dat gedaan heb, dan ga ik een kwartiertje even een blokje omlopen. En dan ga ik daarna thuis even mijn sportoefeningen doen. En dan ga ik daarna weer 3 kwartier werken. En als ik dat weer gedaan heb, dan mag ik van mezelf even een kwartiertje dansen door de kamer heen. Of iemand bellen. Ja. En dat kan je allemaal opschrijven. Ja hoor, zeker. Ja, dus het is eigenlijk gewoon lange termijn beloningen doen het nu eigenlijk niet voor ons. Omdat je daar denkt, ja, wat doe ik nou eigenlijk? Korte termijn doet het wel. Maar het is een combinatie van, zeg maar, kijken van, oké, waar ga ik heen? En uiteindelijk gewoon toch wel in de verte proberen te kijken van, weet je wel, dit duurt niet voor altijd. We moeten nu wat. We gaan gewoon door. Ja. Maar ook een combinatie van dus korte termijn beloning van, beloon ik mezelf elke dag om mezelf toch wel... Ja, mooi samengevat. Zeker. En is het dan ook belangrijk dat mensen voor zichzelf dat gaan bepalen van waardoor ben ik, raak ik eigenlijk gemotiveerd? Wat is mijn motivatie? Als je daar enigszins zin in hebt om over na te denken, zou ik het zeker doen. Dat is best wel een grote vraag. Het is misschien leuk om dat samen met iemand te doen aan de telefoon of met een huisgenoot.
om daar samen over na te denken. Want dat soort motivatie is ook voor iedereen ander. Weet je, de een die studeert omdat ze zich helemaal kan voorstellen wat voor werk ze later gaat doen. De ander studeert omdat ze echt het studeren zelf leuk vindt. En weer een ander die studeert omdat hij zijn ouders trots wil maken. En dat is allemaal oké. Weet je, het is voor iedereen anders. En als je dat weet, stel dat je het heel belangrijk vindt om je ouders trots te maken. Dan is het misschien wel handig om je ouders wat vaker te bellen. En van hun te horen dat ze vinden dat je goed bezig bent bijvoorbeeld. Dan is dat misschien wel je beloning. En iets wat jou lekker drijft. Dus dan... Dus zoek vooral op waar je motivatie vandaan komt. Maar dit ging eigenlijk over gemotiveerd raken. Maar wat nou als je aan het werk bent en je zit echt, je denkt echt van dit gaat echt niet. Dit lukt niet. En ik kan gewoon niks doen, want ik ben breindood. Heb ik heel vaak. Goeie. Wat je dan kan doen is leg een briefje naast je laptop of waar je dan ook mee aan het werk bent. En elke keer als je afgeleid wordt, schrijf je op dat briefje wat je afleidde. En kan je een onderscheid maken tussen dingen van buiten die je afleiden. Bijvoorbeeld je telefoon die afgaat, een vrachtwagen die langs komt rijden, een huisgenoot. Allemaal dingen van buiten. Mm. En je kan een lijstje maken met dingen die van binnen kwamen. Dus met name gedachten die je afleidt. Dus bijvoorbeeld, je noemde net al van... Ik heb hier geen zin in. Of dit gaat me niet lukken. Weet je, dat soort gedachten die kunnen ook enorm in de weg zitten. En maken dat we ons vervelend voelen. En denken, ik ga even wat anders doen. Weet je? En het is wel heel handig om te weten wat die gedachten zijn. Want als je die eenmaal weet... Dan kan je jezelf... afvragen van oké, wacht even, deze gedachten die ik nu heb, wat zou ik tegen een vriend of wat zou ik tegen een vriendin zeggen die deze gedachten heeft? Ja, want je bent natuurlijk veel aardiger tegen een ander dan, of tegen je vriendin dan tegen jezelf meestal. Ja, precies. Ja. We zijn veel aardiger tegen anderen. En ik bedoel, je zit nu wel met jezelf, weet je, meer dan je zou willen. Was bijvoorbeeld die gedachte die jij net noemde, ik weet niet meer precies welke het was. Dat ik er geen zin meer in had of zo? Ja. Wat zou jij tegen een vriendin zeggen die dat denkt? Ja, ik zou dan zeggen van... Maar dat is nu omdat ik er ook wel positief in sta de afgelopen week. Niet de afgelopen 2 weken, maar echt de afgelopen week gaat het wat beter. Mm-hmm. Het is nou eenmaal zo. Dat is een beetje mijn gevoel er nu bij van het is nou eenmaal zo. En ik heb heel veel geklaagd al de afgelopen 3 weken ervoor. Van ja, dit is stom en ik wil terug naar school en laat maar. Maar als je klaagt, dat is ook weer zoiets. Als je blijft klagen, dan ga je ook weer meer klagen. Dus je leert jezelf ook een soort van patroon aan. Als je denkt, weet je wat het is en zo. We zien het allemaal wel. Mensen kunnen er ook niks aan doen. Iedereen heeft hier last van. Dan kun je het iets meer accepteren voor jezelf. En voor mij was dat heel erg dat ik heel veel aan het klagen was. Van ja, het slaat er helemaal nergens op. En die persoon bij de supermarkt, die neemt geen 1,5 meter afstand en zo. En al die negativiteit, daar kwam ik heel erg in zo'n cirkel in terecht. Van ja, laat maar. Ja. En dan ga je al meer denken van ja. En als je denkt van weet je wat, het gaat wel voorbij en het eind is in zicht of zo. Mijn kalender afstrepen elke dag. Mm-hmm. Dan kan je toch wel positiever zijn. En ook wel echt wat ik heb gemerkt is me echt wel toch meer omringen met mensen via FaceTime. Of echt wel contact blijven houden. Niet gaan isoleren. Want dat was ik heel erg geneigd om te doen. Maar dat hielp echt niet. Ja. Daar word je echt gek van. Dus ik denk dat ik mezelf er zo een beetje uit kan halen. Ja, dus je kan enerzijds allemaal gedachten hebben als laat maar en ik heb er geen zin in en het is allemaal stom. En de andere kant denk je, iedereen zit hiermee. Ik kan er niks aan doen. Dit is wat het is. Ik ga er wat van maken. Ja, en al die gedachten die komen, dit komt allemaal omhoog naar aanleiding van die ene vraag. Wat zou ik tegen een vriendin zeggen? Dus, zoveel inderdaad. Ja, er komt heel veel. Eén kleine vraagje. Ja, nee, maar dat is echt heel. Het is echt een hele handige vraag. Dus het begint met opschrijven wat leid je af. Welke gedachten leiden je af en welke dingen van buiten. En bij die gedachten stel je jezelf dan de vraag: wat zou ik tegen een vriendin zeggen? En die dingen die je van buiten afleiden. Ja, als je daar iets aan kan doen voor je volgende sessie dat je gaat werken, ja, doe dat dan. En als niet, ja, dan niet. Soms kan je kan niks doen aan die vrachtwagen die door je straat heen rijdt. Dus nee. Maar goed, dat kan je dan laten.
Maar ja, dit is een oefening die komt ook op de website volgens mij. Ja, op Campus Creators inderdaad. Want Amanda had twee oefeningen samengesteld dat ik gezien inderdaad, hadden we het over gehad. En we vinden het ook leuk om dat te delen met jullie. Dus voor de mensen die nu meekijken, dat kan je zelf ook doen. Ga naar campuscreators.nl. En dan bij de aflevering staan deze opdrachten of opdrachten, oefeningen die je zelf kunt doen. Dat je een beetje gaat opschrijven, vragen gaat beantwoorden van hoe voel ik me nou en wat is er precies aan de hand. Want ik wilde ook nog even samenvatten wat we nou precies, want we hebben het over heel veel dingen gehad voor mijn gevoel in een hele korte tijd. Dat is altijd zo. En het is altijd wel fijn voor degene die meekijkt van wat is nou, wat gaan we nou precies doen? Want we hebben dus, ik heb een paar praktische tips opgenoemd. Jij hebt wat meer psychologisch in je hoofd, weet je wel. Ik denk dat je dingen kan doen, maar ook inderdaad je gedachten kunt veranderen. Om het wat aangenamer te maken voor jezelf deze periode. Zeker. Dus als ik nou nog, ik had gezegd inderdaad, maak je bed op. Doe dat. Ga dat echt proberen. Doe normale kleding aan. En of je nou man of vrouw bent, doe een BH. Maakt niet uit. Of niet. Maar doe wat werkt voor jou. Weet je wel, blijf dezelfde dingen doen die je hiervoor deed, toen je wel naar plekken toe ging. Koop planten. Haal het leven in huis. Dat is ook top. En probeer een scheiding te maken tussen je werkplek en je rustplek. Probeer dat echt te doen. Zet een fiets in het midden. Zet een lint. Als je een kleine kamer hebt, verschuif dingen. Weet je wel, zodat het allemaal psychologisch werkt voor je. En Amanda, als jij nog even een samenvatting wil geven over kort over jouw tips. Ja, psychologische tips. Ja, één. Denk inderdaad nog een keer na over waar doe ik het voor. Visualiseer waar doe je het voor. Maak een lijstje met kleine beloningen die je jezelf kan geven gedurende de dag. Maak een planning. En als je dan aan het werk gaat, leg een blaadje naast je werkplek neer waar je, zodra je afgeleid wordt, opschrijft wat je afleidde. Je gedachtes en de dingen van buiten. En als je dan gedachtes hebt, stel jezelf dan de vraag, wat zou ik tegen een vriendin zeggen die deze gedachte heeft? Ja, en evalueer ook die gedachtes, hè? Inderdaad. Ja, evalueer. Ja, dat is nog een andere. Daar hebben we ook nog een oefening voor. Die gaat ook nog een oefening. Er is nog een oefening. Nee, ja, evalueer. Evalueer. Want je doet onwijs je stinkende best om jezelf aan het werk te krijgen. Het is echt heel fijn om dan het einde van de dag daar even bij stil te staan. Van, hey, wat heb ik eigenlijk gedaan vandaag waar ik best wel tevreden over ben? En op de oefening op de website, die gaat je daarbij helpen om dat wat makkelijker te doen. Ja, dat ik ga hem zeker ook even erbij pakken. Dus dat is het nu voor nu. Hopelijk hadden jullie hier iets aan. Ik sowieso wel. Het is wel fijn om altijd even ervaringen te delen. We hebben weer heel veel informatie. En er is nog heel veel meer. Dus waarschijnlijk komt er ook nog wel meer content. En ik wil sowieso meer gaan doen onder kopzorgen. Voor iedereen die ook last heeft met soorten kopzorgen nu in deze tijd. Dus de oefeningen komen op campuscreators.nl. Als je een vraag hebt of ons wilt benaderen of iets anders, of wil dat we het ergens anders over hebben, campuscreators.nl of op Instagram, @HVAcampuscreators. Stuur ons een berichtje. En Amanda, als iemand dan denkt, nou, wat een toppsycholoog, ik voel met jou een gesprek, hoe kunnen ze jou benaderen? Ja, dus mijn Instagram is psycholoog.amanda.koevoelbaal, daar kan je me vinden voor tips hierover en ook over andere dingen. Dus zoek me daarop. Bedankt allemaal voor het kijken of luisteren als je niet hebt meegekeken. En bedankt Amanda voor je tips en je insights. Ja, graag gedaan. Jij ook bedankt, Michelle. Ja, en tot de volgende keer. Ben jij nou een student en heb jij een kopzorg die je graag besproken wilt hebben? Stuur dan een mail naar campuscreators@hva.nl. En wie weet ben jij straks de gast in de podcast.